via Cultura Weekend Magazine met Jennifer Evenhuis en Desidera Didden over Good Times Stories. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. Aangeschoven zijn Desidera Didden, welkom. Hallo. En Jennifer Evenhuis, leuk je te zien. Dank je. Jij zit in zo'n sector die 2020 gigantisch op schat ging. Ja, zeker, zeker. Dus, nu viel het voor mij nog wel relatief mee, omdat ik veel film- en televisieopdrachten had nog. Ja. En dat ging op een gegeven moment wel weer lopen vanaf september. Mm-hmm. Maar het is heel verdrietig allemaal. We kennen je in Dordrecht natuurlijk ook omdat je in het theater dingen doet. Je staat regelmatig bij het programma van Kees Ties en Marjolein Meijers bij Kunstmin Live. Dus ja, dat is de sfeer van de Schouwburg waar we bruisen en ademen. Dat is allemaal weg nu. Ja. Ja. En dan heb je inderdaad gelukkig televisie. Maar jullie hebben ook iets anders bedacht om het contact met het publiek gaande te houden. Ja. Ik heb Klopt. Op Facebook gelezen, geloof ik, dat het was dat het Good Time Stories heet. Ja. Wat houdt het precies in? Ja, Good Time Stories zijn optredens van artiesten en aan de telefoon. Oké. Okay. En dus je kunt lekker thuis blijven en je wordt gebeld door een artiest en die zingt dan een lied voor je of die leest een verhaal voor. Of doet spoken word. Of, ja, en dat bellen is echt bellen of is het facetimen of videobellen? Het is echt bellen. Ja. En dat vinden we ook prettig, want eigenlijk alle mensen kunnen wel bellen. En er zijn soms ook wel doelgroepen die het minder fijn vinden om te videobellen of dingen met de computer te moeten doen. Ja, dus het is echt de ouderwetse telefonie. Ja. Ja. En doe je dat alleen? Doe je dat met een groep mensen? Hoe ziet het eruit? Nee, het is een hele groep artiesten. Het is bedacht door Maureen Kamphuis. Dat is mijn hele goede vriendin uit Amsterdam. Die heeft het opgezet. En eerst had ze bad time stories. Mm-hmm. Omdat het natuurlijk ook bad times zijn. Ja, BAD, niet BED. Ja, BAD. Ja. Het is toch leuker om het een beetje goed te maken. Hè? Ja, ja, ja. Het zijn zware tijden, maar het wordt beter. Ja. En je wordt een beetje gesteund door de optredens. Dus je wordt gebeld door een artiest. Er zijn echt een heleboel artiesten beschikbaar. Okay. Die voor je zingen of voorlezen. Ik kan er wel een paar noemen even. Ja, Jet van Bokstel, ik weet niet of je die kent, van de Nachtzusters nog. Ja. Bert Waldhaus, die heeft ook wel bij Man bij het Hond dingen gedaan. Mm-hmm. Fransje Boele, Thomas Boer, Def P, die zit er ook bij. Moet ik me voorstellen dat die gaat rappen voor... Ja, toch, Daisy? Ja, zeker. Madeleine Kool, een cabaretière, Maren Charlie, singer-songwriter, Anja Sharwood. Ja, hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig? De aanloop ernaartoe, bedoel je? Ja, en wanneer het echt begonnen is? Oh nee, vanaf gisteravond was de première. Oké. Okay. En het is dan deze week tot en met zondag. Ik kijk steeds even naar Daisy, want die weet alles. Mm-hmm. Die doet de planning, hè? Ja, die doet de planning. Ja. Boekingen, reserveringen. Ja, tot de 16e kan er sowieso nog geboekt worden. Ja, we gaan zo even kijken waar nog heel veel ruimte is voor mensen om hier gebruik van te maken. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Gisteren de première, zei je. Heb je gisteren zelf ook een aantal mensen gebeld? Nee, gisteren was ik er niet bij. Vanavond is mijn première. Vanavond is jouw première. En heb je al een hele lijst van mensen die... Ik heb een lijst van mensen en allemaal verschillende smaken. Dus ik heb een aantal kinderen die ik ga voorlezen. Okay. Dus van 7 tot 8 doen we dan kinderen. Dus een aantal van de vertellers en artiesten, die doen het ook voor kinderen. Ja. En dan van 8:30 tot... Moet ik even goed... Van tot 10:30, hè? Ja, het ligt er een beetje aan of de verteller al vroeg begint voor de kinderen. Dan stoppen ze iets eerder. Ja. Op de website staat dat allemaal heel duidelijk. Maar ook het algemeen tot... Noem alvast de website een keer. www.goodtimestories.nl Oké, onthoud dat heel goed, mensen. Dan, en heel belangrijk om te zeggen, het is gratis. Ja. Dat had ik nog niet gezegd, toch? Dus er is geen enkele drempel. Er is geen enkele drempel om het niet te doen. Het lijkt me toch ook hartstikke tof dat je door een artiest gebeld wordt en dat je een één op één relatie op dat moment even aangaat om iets leuks mee te maken.
Zeker. En je merkt ook aan de reacties, gisteravond ook en ook bij de vorige keer. Ja, mensen vinden het zo bijzonder. Het is zo intiem. Ja. Het is zo speciaal alleen voor jou. Dat mensen zijn heel vaak heel erg ontroerd. Ja. En wat misschien ook wel... Ik neem de aanvragen aan en dan krijg ik ook... de berichten te lezen van waarom mensen dit willen. Ja. En wat ook erg leuk is, is dat het heel veel cadeau gedaan wordt voor andere mensen. Okay. En toevallig weet ik dat er op de planning staat dat er iemand heel erg fan is van Jennifer. En die is dan cadeau gedaan door haar moeder. Ik zal nog niet zeggen wie, maar... gaan we niet verklappen. Dat zijn allemaal wel hele mooie... Ja. Je zei van je leest ook bijzondere dingen van waarom mensen zich hiervoor aanmelden. Kun je er een voorbeeld van noemen? Ja, toch wel mensen die echt een zwaar jaar hebben gehad. Verlies. Mm-hmm. Toevallig ook iemand die dan zondag een speciale datum heeft en het daarom op die datum cadeau heeft gekregen van haar zoon. Ja, mooi. Dat zijn echt hele mooie, warme dingen, denk ik dan. Ja. Dat is heel mooi om te doen. Je zei, je gaat ook voor kinderen wat doen. Voorlezen, weet je al wat je gaat voorlezen? Er is een speciaal boek wat door een uitgeverij beschikbaar gesteld is, waar ook liedjes in zitten. Mm-hmm. Het heet geloof ik de Magic Concert Book. Daar ga ik wel iets uit doen, denk ik. Ja. Maar ik doe het volgende week pas voor kinderen. Dus, okay. Er zijn ook een aantal van de artiesten die zelf kinderen boeken hebben geschreven. En we hebben ook een aantal schrijvers die speciaal voor ons verhalen hebben gemaakt. Ja, en dat zijn dan ook weer verhalen die in lengte behapbaar zijn om toch een aantal kinderen te kunnen bellen. In 10 minuten. In principe word je 10 minuten geëntertaind. Ja. En dan gaan we weer naar de volgende. Ja, dat is wel heel bijzonder. En dan krijg je waarschijnlijk ook nog een heel verhaal van mensen over hoe ze het beleven. Ja. Ja, we kregen gisteren al hele leuke filmpjes en foto's toegestuurd van families die dan in de woonkamer met elkaar naar iemand zitten te luisteren. Ja, en die reacties die gooien jullie ook weer op de website. Dat kunnen mensen nog terugzien en teruglezen. Want daarmee wordt het wat interactiever natuurlijk. Ja. Ik vind dit wel een hele bijzondere, mooi project. Ja. Ja, mag ik nog even zeggen, want het is dus gratis. En sommige mensen, vooral wat oudere mensen, hebben daar een beetje vraagtekens bij. Van trap ik dan niet ergens in of... Hoe kan dat dan? Maar het is gewoon helemaal gesubsidieerd. Zit ik dan niet vast aan Tupperware? Precies. Word ik dan niet weken achter elkaar nog gebeld? Nee. Okay. Het is gewoon helemaal veilig. Puur veilig. Het is gewoon echt iets fijns. Een hele fijne, mooie, uitgelezen kans om in een één-op-één relatie iets leuks mee te maken met sprankelende artiesten. Ja, ik vind het een prachtig project om... hier wat meer over te horen en dank je wel daarvoor. Ik hoop natuurlijk heel erg dat het niet zo lang meer duurt dat we je ook weer gewoon op de planken van Kunstmin zien. Hoop ik ook, heel erg. Want volgens mij waren er allerlei plannen totdat het even... Ja, en we hebben ook één online versie hebben we gedaan, maar ik hoop dat het snel weer doorgaat. Oké, ik wens jou heel veel succes. Bedankt dat je dit even wilde komen vertellen in Weekend Magazine. Ik ga nog even naar Desidera, want... jij gaat helemaal over de boekingen en de manier waarop dat helemaal werkt. Dat lijkt me de logistiek ook nog best een uitdaging. Ja, gelukkig heeft Maureen de website goed ingericht en werkt het op twee manieren heel makkelijk met een inschrijfformulier. Binnen een paar klikjes komt dat bij mij binnen en zet ik je in de planning. Mm-hmm. Maar er kan ook gewoon telefonisch gereserveerd worden. Dat zou ook gewoon nog kunnen. Dus en er is nog steeds ruimte om voor mensen om zich aan te melden? Ja, zeker. Er is in principe iedere avond nog ruimte. Even kijken, de operaavond is wel zo goed als vol. Mm-hmm. Maar vanaf volgende week hebben we genoeg ruimte. En kunnen mensen dat makkelijk zien op de site? Daar zit het plekje waar ik mij kan aanmelden. Er staat per performer bij op welke dagen ze optreden. En ik reageer meteen heel snel van er is nog plek of anders bel ik even terug. En dan komen we tot een ander mooi tijdslot. Oké, en dus er is overleg mogelijk als het net wat klem gaat. Echt een geweldig initiatief. Nog één keer even gauw de website. www.goodtimestories.nl
Daar kun je het op vinden, mensen. Dus ga daar zeker even kijken. Ook een Facebookpagina of andere social media? Ja, die Facebook hebben we ook. Good Time Stories Live. Instagram hebben we ook. Maar eigenlijk, ja, ik zou zeggen, ga lekker naar de website. Zal ik het nummer nog even zeggen? Ja. Want ik weet het toevallig uit mijn hoofd. Oké, het nummer ook nog. 085-792-2929. Kijk, mensen, u kunt het niet meer missen. Alle informatie gehad. Ik ga jullie heel erg bedanken. Wij gaan schakelen naar het volgende onderwerp. Tot ziens, Jennifer. Tot ziens, Desidera.